Natuurlijk past die jongens, die zijn niet achterlijk, die meten alles goed uit. Past echt wel. De voormalige KLM Boeing 747, die sinds dinsdag op weg was van Schiphol naar Bad Hoeverdorp, is vannacht veilig aangekomen op haar eindbestemming. In de tuin van het Corendon Village Hotel. Na de eerste kilometers door het Haarlemmermeerse boerenland succesvol te hebben volbracht, wat nachtjes bij een dolblije buurtbewoner te hebben gestaan. Ja, geweldig hè? Ja, ik vind het echt super. Ik vind het echt een hele belevenis. De snelweg probleemloos te hebben overgestoken, moest de 30 jaar oude Jumbo vannacht de laatste meters afleggen naar het hotel. Op de centimeter nauwkeurig. Maar de Boeing paste precies. Ja, dat is echt vakwerk. Je ziet dat die mensen dat niet voor de eerste keer doen. En het is toch wel heel bijzonder dat ze dat met zo weinig speling toch op die binnentuin kunnen krijgen. Ik vind het heel bijzonder. De laatste reis van deze Boeing van de luchthaven naar het hotel was 12,5 kilometer. En er werd alleen 's nachts getransporteerd. Kan ik vertellen aan mijn kleinkinderen, als ze over de grote weg rijden en ze zien dat ding staan, dan zeg ik, opa was er ook.